Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Een lage drukgebied dat momenteel boven Duitsland ligt, trekt steeds verder naar het oosten. En het lage drukgebied heeft de afgelopen nacht, met name in de oostelijke helft van het land, voor sneeuwval gezorgd. Die sneeuwbuien die trekken geleidelijk aan richting het oosten weg. Maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen steeds meer nieuwe buien het land binnengetrokken. En daarbij kan soms ook wel weer wat in zijn neerslag zitten, maar ook een klap onweer. Vanmiddag trekken die buien dan weer naar het oosten weg en gaat het geleidelijk aan steeds harder waaien, met aan de kust zelfs kans op een noordwesterstorm. Daarbij wordt het vanmiddag niet warmer dan 3 tot 6 graden. Vanavond neemt de buiigheid dan weer iets af, maar in het noorden van het land kan het dan nog flink waaien, en dan met name in de kustgebieden. Het is niet koud en dan de temperatuur opnieuw nog steeds tussen 4 en 6 graden. En morgen overdag dan gaan we de zon wat vaker zien dan vandaag. Met name in de ochtend schijnt de zon eventjes. In de middag trekt er opnieuw een storing over, met in het oosten van het land opnieuw kans op sneeuw. De maximumtemperatuur dan 2 tot 4 graden. En ook op zondag hebben we nog steeds te maken met een aantal buien. Het blijft dan net als zaterdag 2 tot 4 graden. Maandag is dan een overgangsdag met misschien nog een enkele bui. Maar vanaf dinsdag is het droog en winters, maar wordt het wel kouder. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.